Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van DisneyCraft 128. En deze speciale aflevering is iets heel unieks en groots. Deze duurt gewoon ook wat langer. We gaan wat vets doen. We gaan namelijk een geheimpje verklappen voor jullie wat er gisteren is gebeurd. Want er is namelijk iets veranderd in de server. En het is nog best wel groot te noemen. En Leroy gaat me helpen met deze video. Ja, yeah. Absoluut. Doen en we. Ik ben ingelogd als Kroelbeer. Je denkt van, waarom ben je als Kroelbeer? Dat ga ik je zo uitleggen. Maar ik sta hier dus in DisneyCraft en... Leroy gaat mij begeleiden vandaag. Ik heb geen permissies. Ik kan niks doen. Ik kan niks lopen. Nee. Ik kan niks bouwen. Kijk maar, ik laat helemaal het zien. Helemaal niks kan ik. Maar dat geeft ook helemaal niet. Leroy. Nee. Zullen we eerst uitleggen wat voor rank jij hebt? Want jij hebt een speciale rank. Ik weet niet of jij wat kan typen in de chat. Kijk eens, ja. Een DC-rank. En er zijn een aantal figuren, zoals de cashière, de medewerker, professor Nagaas, Kroebeer, dat soort mensen, die hebben die speciale rank. En dat zijn officiële skins van DisneyCraft. En daarom kan je ze herkennen in de server. Nou, dat is dus duidelijk. Jullie weten het van de ranken. We hebben eigenlijk nog veel meer. We gaan dit in de video proberen allemaal uit te leggen aan jullie. Daarom hou je vast aan een stoel of aan een tafel, waar je ook maar... Of een beugel. Dat is een attractie. Een attractiebeugel, dat is een goed idee. Ja, dat past wel in het thema. Ja. Dus ga die even aanschaffen ofzo. Ja, we gaan eens lopen, want we hebben natuurlijk de hele kerstsfeer. We doen best wel veel met kerst. We hebben natuurlijk de paintball maps nog steeds. Hè? Jullie kunnen nog altijd kijken. En binnenkort Warpcast. Nog wat leukers aan de paintball. Maar dat komt allemaal in video's uitgelegd. Dus maak je geen zorgen. Jullie krijgen alles op de hoogte. En hoe laat is het eigenlijk, Leroy? Weet je de tijd toevallig? Die staat hier toevallig. Oh, kijk nou. Nou, dat is ook leuk. Ik kan gewoon zien hoe laat het is. Dus mocht je te luisteren om even rechts onderin op je computer te kijken. Heb je een horloge om dat je geen zin hebt op je mouw op te stropen. Je kan het hier allemaal zien. Het is nu... zo laat, hè. Ja, dat verandert elke seconde, dus dan ben ik eigenlijk te veel aan het praten. Je bent altijd te laat. Je bent altijd te laat als je de tijd wil zeggen. Absoluut. Nou ja, het is over 11:30 dan. Dan houden we het zo. En welkom crew weer in DisneyCraft. We hebben dus ook allerlei sneeuwmannen hier staan. En die sneeuwmannen, dat zijn eigenlijk entertainers die hebben ingehuurd voor een goedkoop prijsje. Dus, dat is een beetje achter de schermen financieel. Dat weten jullie niet. Ja, het waren maar 20 waterijsjes hoor. 20 waterijsjes, dat scheelt. Ja. Even kijken, Leroy. En als ik hier zo sta, dan zie ik iets wat mij opvalt. Dat is iets wat gaat veranderen in deze omgeving. Dus mensen zien al helemaal wild om zich heen kijken. Het hotel? Nee! We denken, Vincent, staat je facecam niet in de weg? Haal weg die facecam. Nee, hij staat niet in de weg. Er is iets anders. Ja, er is iets. De kerstversiering. Nee, absoluut niet. Nee. Okay. Het staat hier echt in het beeld. Waar ik zo nu hier ben. Ja. Nee, sneeuw gaat ook niet weg. Ik? Nee, dat hoop ik niet. Nee. Ja, nu ga je weg. Maar nee. Het is een... Leroy, vertel maar. Ik kan het niet meer. Alle gekheid op een stokje. Vincent is ons... Wij gaan vanaf gisteren eigenlijk... is onze naam veranderd officieel... van Vincent's DisneyCraft naar DisneyCraft. Ja. En je zal denken... nou is dat alles. Maar dat is eigenlijk... Vincent's DisneyCraft was... eigenlijk bedoeld om het park uniek te maken. Zeg maar. Er bestaan wat meerdere DisneyCraft. In Frankrijk heb je er één. En Vincent's DisneyCraft betekent gewoon dat het uniek was. Toch? Dat was jouw ingeving daarvan. Jouw insteek. En dat hebben we nu dus veranderd naar DisneyCraft. Om het wat duidelijker te maken. Dat mensen echt weten dat dit DisneyCraft is. Alles wordt ook, alle namen, alles veranderen we naar gewoon DisneyCraft. Dus zo, dat. Ja, dat is... Heel wat. En heel veel mensen denken van Vincent, het is lekker gierig. Hè? Jouw naam staat erin, dat maakt me geen ruk uit. Het was eigenlijk zo inderdaad van DisneyCraft is geen nabouw iets van Disneyland. We hebben natuurlijk wel het hotel en het kasteel wel nagebouwd en sommige attracties. Maar we blijven uniek park en daarom heeft het ook een unieke naam. En daarom hebben we gekozen voor Vincent's DisneyCraft. Omdat je dan aan de naam kan merken dat het echt gaat om een eigen fantasieverzinsel. Dat ik ooit heb opgericht uit mezelf. En dat steeds groter is geworden. En nu hebben we zoiets van, mensen weten inmiddels dat het gewoon een park is. Wat eigenlijk gewoon nu van ons is geworden. Dus het is eigenlijk van heel het team is het park eigenlijk. En
Daarom hebben wij ook zoiets van, nou, de naam wordt gewoon gewijzigd. En het belangrijkste is natuurlijk de hoofdletter D en de hoofdletter C. Want het staat voor DC. DC. Ja, nou ja, het nadeel is natuurlijk dat er heel veel Disneycraft staan. Er bestaat er een in Frankrijk. Nou, MC Magic, dat is natuurlijk weer een ander iets met naam. Maar er bestaan heel veel Disneycrafts. En nou, wij worden dus één van die vele namen. Maar dat is gewoon voor de duidelijkheid dat we dit gaan doen. En daarbij gaan we dus ook de logo's aanpassen. Maar heb je al iets verteld over nog een aanpassing in de server? Nog een aanpassing? Ja, over eventuele foto's in de server. Foto's in de server? Mag ik daar foto's? Mag ik daar nog niks over zeggen in deze aflevering? We zijn zo nieuw met nieuws bezig. Ja, kunnen we dat gewoon doen? Denken we dat dit gewoon een bom van nieuws wordt? Ja, dit wordt echt een keiharde bom van nieuws. Hier, jullie zien de logootjes. Kijk, en natuurlijk op de fotootjes, daar staan ook alle oude logo's op. Dus ik heb eigenlijk in 5-6 uur heb ik eigenlijk 25 nieuwe foto's gefotoshopt. Wat te maken heeft met nieuwe Disneycraft. Oftewel reclame voor nieuwe attracties, nieuwe foto's, nieuwe leuke plaatjes, nieuwe logo's erin vermeld. Kortom, het wordt echt fantastisch met een nieuwe resource pack. Waar we ook weer leuke nieuwe items krijgen. Hè? En die research pack die komt binnenkort. Echt heel snel al na deze video. We zijn er echt keihard mee bezig. Dus iedereen is aan het werk. En Wessel wil ik een compliment geven. Want die gaat alles in elkaar zetten. En Irma heeft zelfs ook geholpen aan om foto's aan te passen in je menu. Dus dat is echt die is echt fantastisch. Dat is wel leuk. Als je nu de oude Disneycraft research pack kijkt. Dan zie je het oude kasteel of hele oude foto's nog. Zie je in het menu. En dat is echt heel gaaf. Leren, wat ga je doen met het zwaard? Ik denk dat ik iets ga verwijderen. Ik ga toekijken, want ik kan niks. Ga jij toekijken? Ik ga toekijken van afstand. En dan ga ik kijken hoe jij wat hier waar zo lang heeft gestaan. Dit is echt. Maak er maar een gekke naam van eerst. Dat is misschien leuk. Een gekke naam. Misschien Vin weghalen. Gewoon Sense. Ja, Sense Disneycraft. Leuk. Dat klinkt, nou, dat klinkt misschien wel leuk. Ga eens kijken hoe Leroy dat Disneycraft doet. En dit is natuurlijk al een officieel dingetje, dus ik heb geen toespraak. Ik heb helemaal niks hiervoor. Geen toespraak? Nee, ik heb helemaal niks. Nee, dat is jammer. Een dramatisch muziekje eronder, dat zou wel toepasselijk zijn. Een dramatisch muziekje? Whole New World, zoiets. Of zo, denk ik. Nou, dames en heren, dit was het geheim. Sense Disneycraft. Ja. Ik heb mijn naam veranderd in mijn paspoort. En supergoed. Kost niet veel uit het park. Hè? Nou, allemaal in één keer weg. Ik hoef het niet meer te zien, de naam. Helemaal weg. Ja. En ik wil zien, hoe ziet dat eruit dan? Vanuit de buitenkant. Ja. Ik ga helemaal naar achter toe. Deze entertainer. Ik doe het redelijk nog bescheiden. Oké, bescheiden. Je moet altijd in één keer bam. Nee, gewoon even netjes zo. Oh ja, het gaat heel langzaam, gaat de naam weg. Dat ziet er grappig uit zo. Het klaart ook op hoor, vind ik. Nou ja, het klaart op. Het is wat minder druk. Absoluut. Toch? Ja. En we zijn er bijna. Ja, de S gaat weg. Nou, kijk eens jongens, bij wat een verandering in één keer. Het is ineens wat kaler. Ik vond dat wel leuk staan, twee regels. Maar ja, het is nou gewoon officieel, hè? Yeehoe. Het is officieel Disneycraft. Yeah. Komt er nog een vuurwerk? Yeah. Ja, ik heb niks. Ik heb geen vuurwerk. Ik kan helemaal niks vuurwerkje, doen. Vuurwerkje, zo even een vuurwerkje. Ja, is goed. Jammer dit. Jammer, ja. Ik heb niks bij de hand. Sorry. Waar ben je? Oh, kijk eens. Mooi hoor. Koud, ja, zeker. Ja, oh. Ja, prima. Maar. Ja? Jij liet net het oude logo zien. Maar wat is het nieuwe logo? Oh jee. Moeten we dat maar laten zien in de video? Ja, ik doe eerst het oude logo, let op. Kijk, het oude logo. Dit is het oude logo. Oh, ja, het ziet er leuk uit. Nou ja, het is hartstikke leuk. Het was een heel leuk logo, ja. Absoluut. En wij hadden zoiets, het park bestond uit Donald en bestaat nog altijd uit Donald. Dus als we een nieuwe logo maken, moet er sowieso Donald Duck in. En ook natuurlijk het prachtige creatiekasteel wat Irma heeft gemaakt. En dat zien jullie nu in het nieuwe logo. Oeh, magic. Wauw, en dit is dus het nieuwe logo. Je ziet Donald in het midden staan. En in de cirkel. Hij komt uit de cirkel. Jullie begroeten om langs te komen bij ons park. En ja, nou Leroy, ik ben er wel heel tevreden mee. Bedankt aan Giovanni. Ik vind het leuk. Giovanni heeft
Ja, hij heeft een ontwerpteam. Ja, het ontwerpteam ook. En heeft naar elke crewlid gevraagd, is het mooi, is het goed, moet dit veranderd worden, lettertype, alles. En iedereen stemde in dat het gewoon een prachtig logo is en definitief het logo wordt absoluut. Dan tot nu toe. Misschien dat het over een jaar weer verandert, we weten het niet. Die kans is er, maar nou, en natuurlijk, voorlopig dit logo. Ja. Nou, dit waren even de belangrijke punten. En wat we nu ook gaan doen in deze speciale aflevering is dat we gewoon wat informatie gaan doen. Ik ga als groepje door het park lopen. Er komen een aantal afleveringen van Disneycraft. En dan gaan we gewoon even samen door het park lopen en kijken wat we kunnen ontdekken. Want heel veel mensen weten nog heel veel dingen niet. En dat, ja, dat is het heel volgende. Jammer. Ja. Nou, bijvoorbeeld hier zo bij voor het hotel zien jullie hier zo een bordje Disneycraft Game. Het is een game met een doolhof en jump maps en puzzeltjes. En het is vrij pittig. Het is echt lastig. Ik ga hem ook nu niet doen. Dat gaan we nog ooit wel een keer doen. Ja, dat moeten de mensen eigenlijk zelf doen, hè? Ja. Eigenlijk wel. Nee, Leroy, daar heb je gelijk in. Het is inderdaad veel leuker als mensen gewoon zelf ontdekken. Maar in ieder geval dat ik het uitleg dat Precies. Het best pittig is. Maar aan het eind van deze Disneycraft game kan je iets halen. En dan ga ik wel het magische koffertje erbij halen. Dat is een koffertje die krijg jij als je joint in de eigenlijk op je negende slot. Of je nul. Is het nul? Nee, negende slot. Negen. Ja. En dat is het magische Disneycraft koffertje. En wat houdt het in? Dat ga ik jullie laten zien. Jullie weten het inmiddels zelf wel. Als je rechtermuisknop erop klikt, zie je een aantal icoontjes. Je kan bijvoorbeeld de chat leegmaken. Je kan spulletjes weggooien. Je kan achievements bekijken. Je hebt een vriendenlijst, een VIP-menu en kledingkast. Er zijn nog dingetjes die niet werken. Ik herhaal, niet werken. VIP-menu zijn we ook nog mee bezig met particles. Er wordt heel veel naar gevraagd, maar we hebben een nieuwe developer. Dus die is eigenlijk al keihard bezig om iets anders te maken wat niet met het koffertje te maken heeft. Maar daar ga ik ook nog dadelijk wat over vertellen. Ook weer wat nieuws. Maar het gaat om de achievements. En zoals je ziet ben ik op Kroelbeer, maar heel zielig heb ik één van de 111 achievements gehaald. En dat is welkom in Disneycraft. Neem een bezoekje aan Disneycraft. En ik vind dat we samen met Leroy een keer op de jacht moeten gaan naar gewoon een paar achievements verstopt in de map. Oh, dan verklappen we wel waar ze zitten. Ja, we doen gewoon een paar simpele. Dus dan hebben mensen wel geluk. Ja, jullie hebben geluk als je nu kijkt. En, precies. Ja, die achievements heb je voor de rest niks aan. Alhoewel, wel, want je moet natuurlijk voor je eigen een doel instellen van ik wil al die achievements halen, maar je krijgt ook nog eens 5 coins per achievement. En, nice. Ja, we gaan eens kijken. We gaan eens even door het hotel lopen hier. Hè. En Leroy, de audioserver, hè, daar is onze developer mee bezig. Oh, Robin is serieus. Gisteren, of eergisteren, eigenlijk nu wanneer je kijkt eergisteren, is Robin slechts 8 uur bezig geweest op 1 dag al. Want wij doen namelijk iets heel speciaals met die audioserver. Het werkt namelijk zonder lag. En ik ga er niet veel over verklappen, maar het is een heel hoop werk. En Robin, onze developer, die zit echt continu in de cijfertjes. Die ziet alleen maar cijfertjes en het is knap hoe hij dat doet. Maar hij is een programmeur. Echt, hè? En dan komt er weer in onze WhatsApp. We hebben natuurlijk met z'n allen een WhatsApp. En dan komt er weer een berichtje binnen met allemaal cijfertjes. Mooi is dat, en hè? We weten niet waar het over gaat. Ja, sommigen weten het niet. Nee. En dat is echt... Ik ga even er zit echt heel veel werk in. Ja? Bam! Hoppakee, zo. Dat is een leuk weetje, weet ik sinds kort. F3 en A tegelijkertijd ingedrukt houden en er worden chunks opnieuw geladen. Ik wist dat echt sinds dat ik al die tijd dat ik Minecraft speel, wist ik dat niet. Dus misschien ook een leuke tip voor jullie als je nu kijkt. Ja, is handig. Ja, nou die lelijke capen moeten we maar niet naar kijken. Dat is een Minecraft update. En echt ieder personage heeft zo'n lelijke cape. En wat is het eigenlijk? Ik weet het niet. Het is zoveel pixels dat ik niet eens een icoontje erin kan zien. Het is een soort van vlaggetje of zo. Het is een soort stuk tapijt van touw. Ja, een muur. Ja, een muur. Wat je draagt. Ja. Een blok muur. Maar iedereen heeft dezelfde. En dus het is lelijk, want ja. Het ziet er niet uit. Iedereen heeft nu een pakje aan. En het heeft helemaal niks met Minecraft te maken. Maar met de andere game. Ja, zeker. Zo van. En dus we gaan een audioserver maken. Of krijgen. En ik ben al heel erg bezig met het verzamelen van heel veel muziek in verschillende arena's. En dat is natuurlijk ook heel gaaf. Kijk, en dit zijn nog even de oude paintings. Moet je kijken. Deze foto, wat nog een hoop geüpdate moet worden. Ik bedoel, Kenzo is weg. Absoluut. Dennis is weg. Irma heeft een andere skin. Koen is al weg. Ik bedoel, Sam is weg. En Gio heeft een andere skin. Nou, Saruman is er niet meer. Joey is er niet meer. Sammetje is er niet meer. Rubex heeft een andere skin. Kevin een andere skin.
Dus het is echt... Dan heb je twee keer Sammetje gehad, maar dit is volgens mij Robin. Drie uit kwijt. Oh, klopt. Ja, klopt. Oh, twee keer Sam. Maar het is eigenlijk zijn broer. Twee keer Stitch. Nee, Sam en Robin, klopt. En Robin staat er niet eens bij, maar de nieuwe painting heeft ook zoiets, maar dan veel mooier. Oude logo staat er nog in. Ja. Wordt allemaal geüpdate. Ik kan wel zeggen dat deze blijft, deze hier. Deze prachtige snack, DC snacks. Die blijven er wel. We blijven het gewoon verkopen, dus je zit nooit met een lege maag. Precies. Nou, en hier zien we nog meer leuke items die je kan kopen. Let erop, mensen. Je hebt verschillende plates. Vaak zijn twee plates naast elkaar waar je een item kan kopen. Dus, en we hebben ook grotendeels dingen afgezet dat je niet zomaar per ongeluk over een plate kan. Maar ik weet dat het frustrerend is als je aan het sparen bent en je hebt zoveel coins. Nu heb ik bijvoorbeeld 5000 Disney coins. En je koopt iets wat heel veel is, een Donald masker, dat je gelijk in de min staat. Is gewoon heel vervelend, ik snap het. Maar ja, dan is sparen. Gewoon sparen. Zeker sparen, mensen. Nou, ik heb nog helemaal geen achievement gezien. Ik zie hier een plate. Ik ga er eens overheen. Even kijken, hoor. Ik heb een achievement. Ontdek het kasteel. 10.000 Disney coins eraf. Oh. Nee, zo snel gaat het ook niet. 5 Disney coins heb ik erbij. Ontdek het kasteel. Nice. Nou, we hebben het kasteel ontdekt. Dat is vrij fijn. En dan kijk je ook naar je achievements in door het groene emerald icoontje. En je ziet dat ik het tweede achievementje groen heb vrijgespeeld. 2 van de 111. Nou, en... Zo hopen we dat jullie ook op zoek gaan. Want er zitten ruim 10 achievements in het kasteel verstopt. Dat is echt een hoop. Zo. Zullen we nog even het kasteel kijken of zeg je van we gaan door? Ja, het is wel mooi, hè, het kasteel. Het is zeker een mooi kasteel. De buitenkant lijkt heel veel op het echte, maar de binnenkant... Is totaal anders, ja. Ik zie hier wel een plate staan, maar er staat geen bordje bij van dingen kan kopen. Ik ga eroverheen. Hé, het kasteelwinkeltje. De duurste winkel van Disneycraft. Oh. Ja, het is de duurste winkel... Oh. Nou, ik heb er wel geld voor gekregen, dus dat scheelt dan wel. Dat is leuk. Zeker. En even kijken, we hebben nog meer dingetjes hier. We kunnen nog meer... Hé, ik zie nog een plate. Het is, ja, soms dan zitten we jullie te foppen. Dan hebben we een plate neergelegd en er zit helemaal geen achievement onder. Maar soms dan wilt er nog wel eens een achievement komen. Wees op je hoede. Wees op je hoede. Oh. Misschien omdat we in een hele dure winkel zitten, moeten we op onze hoede zijn voor ons geld. Voor onze portemonnee misschien. Dat zou kunnen. Ja, dat kan. Of zou de hoede in deze bakken zitten? Dat denk ik ook. Ja, dat zou ook kunnen. Staat wel een icoon. Dit wordt ook aangepast trouwens, hè? De naam op de prullenbak. Ja, van de cauldrons. Dat wordt ook nog aangepast. Gaaf, hè? Oh, ik dacht dat ik hem wegsloeg, maar dat was niet zo. Want, dat is een leuk detail. Onze Disney schrijven wij voortaan in het roze en Kraft in het blauw. Ja, dus apart, dit hè? Moet omgewisseld worden. En sowieso is de C een kleine C en moet een hoofdletter C. Moet een hoofdletter. En dat proberen we overal aan te passen. Soms is het gewoon onmogelijk omdat het al vaststaat. En dat is gewoon niet aan te passen, helaas. Maar we proberen zoveel mogelijk aan te passen. Leroy, ik sta nou zo even te luisteren naar je, maar ik zit ook te kijken naar Fabian. Maar wat is Fabian voor skin? Even gewoon even onder ons. Gewoon is het geen rendier? Ja, eventueel. Ja, ik niet, ja. Oké. Dat was snel. Ja, kijk, je heeft van die hoortjes aan de zijkant. Ja, klopt, ja. En een sjaaltje. Ja, zo leuk, hè. Dat moet je ook wel om hebben met het weer. Ja. Gaan we nog even in het kasteel kijken, want volgens mij zie ik daar een hond staan daar. Is het Pluto? Oh. Volgens mij is het Pluto. Roby? Oh, nee, Pluto. Nee. Ja. Wat het Roby pesten. En er staat een plate voor. Zal ik hem even overheen gaan? Hé, de blaffende bewaker. Nou, zo erg is het toch niet? Nee. Kasteelhond. Hij heeft een kasteel. Hé, rustig aan, hè. Ja, sorry. Main Street Cat. Sorry, jongen. Waar ga jij heen, Leroy? Ja, ik wou naar de keuken, maar we mogen er niet in. Niet betreden. Ik heb eigenlijk wel... Ja, je mag er niet in, hè. Ja, maar jij bent een DC. Oh, ik mag erin. Ik ga erin. Ja, jij mag in. Ik zijn hier aan het koken. Ik zie hier wij zijn personeel. Ik heb een stuk vlees in zand. Oh. En dan kan je... Hallo, mevrouw Cachere. Ik kom even rondneuzen. Ik ga voor de rest niet afleiden. Ik zie dat u het druk heeft. En wat is dit? Oh, een plate. Niks. Oh. Ik ga er zo heen. Wat is dit? Oh, ontdek het kasteel verder. Keukengeheimen. Oh. Hoe zit een geheime keuken dan? Wat leuk, joh. Met die afzuigkapjes hier. Ja. De ovens staan keihard aan. Dat is natuurlijk worteltjes en hier een aardappeltje. Pofte friet kan je halen daar. Kom. Hallo Leroy. Hallo. Zullen wij eens richting de Robin Hood gaan lopen? Ik denk een goed idee. Ja, dat vind ik een mooie... Dit is een plekje waar heel weinig mensen komen. Oh, mooi uitzicht hier ook. Moet je kijken. Bomen, ik zie de Wonderbolt in de verte.
Shelter. Even het geluid iets harder voor de mensen, zo, huppakee. En inderdaad, het kasteel is echt een plaatje. En Irma heeft zo de best gedaan om dit kasteel helemaal van beneden tot boven te vernieuwen. Want we hebben echt serieus het hele kasteel verwijderd. Hè? Het oude kasteel is helemaal gewoon kapot gemaakt met World Edit. Kapot. Irma begon... Hey, Constantine, hè? Constantine heeft ons kasteel kapot gemaakt. Zit hier een achievement? Het kan, hè, bij de put. Misschien. Nee, dat zou kunnen. Ja, dat kasteel. Zal ik... Ik heb nog wel een leuke hint over het kasteel. Ja, vertel. Dat het nog tot leven gaat komen. Gaat hij weglopen? Dat weet hij niet. Oh. Het komt tot het kasteel leven. Gaat tot leven komen. Oh jee, en wat moeten we met deze informatie leren? Ja, dat zul je zelf zien. Oké, dus misschien leuk voor de mensen om even te kijken in de comments te reageren. Wat zou Leroy hiermee bedoelen? Ik ben heel benieuwd. Maar het kasteel komt tot leven. Nou ja, misschien maken we de twee van die armen aan, weet je wel, en zo'n hoofd. Dat... Misschien komt er wel zo'n rook of stof uit dat het net lijkt of die ademt of zo. Hè? Waar ga je heen? Oh, we gaan hier... Oh, wat is dit? Ik wil op het podium. Ik wil de show doen voor jou, maar... Oh, ga jij de show doen? Is goed. Ik ga op de... Er zit wel weer een plate hier, hè? Er zit wel een plate hier. Ik ga er eens overheen. Niks. Niks. Dat kon ze... Maar... Nee, niks. Nee. Apart? Niks. Nee, oké. Nou, het kon zijn dat er misschien wel iets op zat of zo. Nou, helaas hebben wij houtworm ontdekt bij de Robin Hood. En kunnen wij helaas de attractie nog even is in onderhoud. Dus we zijn even aan het kijken of we deze attractie kunnen stabiliseren. En als die gestabiliseerd is, dan kunnen wij hem weer openen. Maar de Robin Hood is dus even nog in onderhoud. Misschien blijft hij ook nog wel dicht met de winter. Want door het hout gaat hem waarschijnlijk ook wat uitzetten. Ik weet niet hoe dat precies werkt. Maar er zijn gewoon wat dingetjes niet goed met de attractie. Nee, die houtworm die is echt heel irritant. En ik hoop niet dat die overspringt naar een andere attractie, want... Dat zou een probleem worden, denk ik, inderdaad. Ja. Spring in het cadeautje. Het cadeautje is al open, terwijl het nog geen 3 uur is. Maar we hebben af en toe dat we gewoon even jullie laten paintballen. Hier kan je dus paintballen. We gaan niet paintballen deze aflevering. Dus Fabian is wel een potje gaan paintballen, zag ik. En Leroy, waar ben je helemaal? Ik ben achter jou. Oh, ik zie je, ja. Want misschien is het leuk om nog even de Main Street door te kijken. Want ik zie hier een snoepwinkeltje, rotte tandjes. Ja, daar is ook wel wat te doen, ja. Ja, misschien is het leuk om een keer... Hallo, mevrouw. Ik zie geen plate, maar er staat niks bij dat ik dit iets kan kopen. Dus dan is het waarschijnlijk een achievement. Bezoek de snoepwinkel. Kijk eens. Snoepjes, achievement. En ik ga eens kijken hoeveel achievements hebben we nu al. Want we hebben behoorlijk wat dingen groen gemaakt alweer in de ondertussen. Moet je kijken. Nou, dat zijn er 7 heb ik er al. Dan gaat het lekker zo. Lekker bezig. Moet je eigenlijk 7 keer 5 coins doen. Dat is 35 coins. Nou, dat is toch wel lekker meegerekend zo, hè? Kijk. Kan je huisje gaan kopen in Duckstone bijvoorbeeld? Oeh, dat is wel een heel goed idee. Ik ga hier een eind aan bereiden. Want ik heb al een sok gemaakt. En ik zeg tot... Hopelijk kijken jullie in de volgende video. Dan gaan we gewoon door met de aflevering met Leroy. Dus dat wordt heel vet. Absoluut. En Sen en Fabian, misschien zijn die er ook bij. Doeg! Doeg! Vergeet niet te abonneren en te liken, dat kan in het midden van het scherm trouwens. Ik was het vergeten te zeggen.